waarom niet een groot feest starten met een grote tank? Waarom niet? Oh, 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 sorry, sorry. Nou, dat komt natuurlijk in de chat. Even typen, zo, sorry, Jagdpanta 2. Nou, ik type nu niet natuurlijk, maar daar niet van. Maar goed, om te beginnen. Ik ben in de peloton. Tankhunter Renault René in zijn Waffenträger Ausführung I-100. En Johan 926 in zijn Geschiedswagen Tiger. En ik zit in de machtige, enorme, grote, dikke muis. Jawohl! Nou, het is eigenlijk een muis. Kleine muis, maar een hele grote muis. Maar goed, 200 abonnees zijn bereikt. We gaan lekker feest vieren. Ik ga zometeen in de garage bespreken wat we nou allemaal precies gaan doen. Want er gaan, zoals verteld, twee replay-kranten gehouden worden. Eentje voor mij, eentje voor mijzelf en eentje voor jullie. Althans, twee voor jullie, want er gaan twee wedstrijden gehouden worden. Eentje voor hoge tiers en eentje voor laag tiers. En ik ga zelf ook een aparte video maken met een soort van, ja, replay-feest. Met wat ik ga doen. Met leuke replays trouwens. Wat precies, dat gaan we zo meteen bespreken in de garage. Maar eerst even een leuke replay laten zien. Waarin ik heb gespeeld met René en Johan. Hier in Redshire. Nou, we hebben heel wat campers daar. We hebben een Le Weer, een Tiger 2 daar. Een Bachatillon 155 daar. Lekkere autoloader. Er zijn wat heavies daar daarvoor met wat TD's. Ik ga zo meteen ook naar voren, maar ik wacht even. En we hebben een probleem. En het probleem is het volgende. Ik zit in een muis. En dit is een open map. En ik heb geen zin. Weet je wat? Fuck it. We gaan gewoon. We gaan gewoon. Fuck it. Hoi. T57 hebben we vernietigd. De T44. Oh, goed begin. Voor ons dan. Ja. Zo, de machtige muis op water. Alsjeblieft. Nou, nu omhoog. En dan gaan we zo snel mogelijk. Ja, zo snel mogelijk. Daar naar de overkant. En ik zag tegen de Jagdpanta 2 trouwens. Do you think this tank has a jetpack? Denk je dat dit een jetpack heeft of zo? Idioot. Sta je daar helemaal achteraan? Jongen zeg. Nou. Nog meer gaan huilen. Ja, ik hoop dat ik nog tenminste wat damage kan doen hier. Want alles wordt weggeschoten één voor één. We hebben nog een Ferdinand van ons die nog maar een weinig AP over heeft. Onze FV die doet ook goed werk. En daar ging onze Ferdinand. En dat was een dikke schot in de T54E1. Tot ziens. Mooie schot van de FV. En Artie die schiet en mist. Volgens mij was dat de tier 9 budget. Zo niet de M40, M43. Want dat was zeker geen object 261 schot. Dan had zeker wel een kraan erin gelegen. Enorme splash damage natuurlijk. Ik start expres met een mouse replay. Want ik weet dat velen van jullie natuurlijk een replay willen zien van mij in een mouse spelend. Velen van jullie die hebben gewacht op zo'n replay. Dus ik dacht, waarom niet ten eerste als dank beginnen met een replay die jullie graag willen zien. Namelijk van de mouse. Tiger 2, even kijken of we die kunnen penetreren van hier. Oh ja, natuurlijk kunnen we die penetreren met een 128mm shell. Oh, alsjeblieft, in je zijkant. Daar hebben we een M40, M43. Die gaat ons zo meteen de problemen bezorgen, maar niet juist. Zo, VK heeft de pot geschoten. Daar hebben we de rijmetal. Even naar voren. Zo, lekker aimen. Midden. En alsjeblieft, die ging erin. 100% zeker. Maar of die heeft gepenetreerd, dat weet ik niet. Maar ik denk het wel, want de rijmetal heeft totaal bagger slecht bepansering. Nou, de FV die staat daar ook boven. Die gaat ook proberen mee te snijpen. Daarachter hebben we nog steeds de jachtpanter die daar in het begin van de wedstrijd ging huilen. En nog steeds erachter blijft. Ik weet niet wat hij aan het doen is, maar goed. Aan de overkant gaat het redelijk. Bij Johan en René. René staat daar in zijn eentje met een Leuven. Tegen, ik weet niet hoeveel tanks. Ik ga de minimap even groot voor jullie. Daar hebben we een IS-8. En die IS-8 gaat het probleem worden. Daar ging de jachtpanter. De huilende jachtpanter. Die IS-8 gaat het probleem worden. Maar de FV die gaat er naartoe. En die FV doet goed zijn best in deze wedstrijd. Daar hebben we nog de Badger T9 artillerie. Ik ga achteruit. Voor het geval dat ik de IS ook misschien kan raken. En dat was een schot van Artie. En dat was een schot van ik weet niet wie. Ik denk dat Tiger 2. Dus ik ga snel naar achteren.
om de artillery te helpen, want ik wil niet dat de AS-8 de artillery kapot gaat schieten, want die artillery hebben we nodig. Het is een tier 10 artillery autoloader. En bam! Alsjeblieft! Geschiedswagen Tiger Porsche heeft een dikke schot in de AS-8 gedaan. Prachtig. Dat heeft ons gebracht op 7-4. Mooi. We hebben nog steeds idiote campers op 5D. Die Johan en Tankhunter René op A1 en C2 niet helpen. En de Leuven die gaat eindelijk naar voren. Dus daar gaat het nog wel redelijk. Hier daarentegen gaat het, ja, nog goed. En dat was een schot. Ik denk van de Rijnmethof. Kijk wat die is gebouwd. Zijkant. Mooi, Maus. Dankjewel, Maus. Mooi, Maus. Mooi. Nog een schotje. Kom op. Iemand. Maus helemaal in het midden van het veld. Kom op. Iemand. Niemand. Oh, bad shit, Artie. Tier 9. Kom eens even hier, meneer. Oh, Rijnmethof. Hé, hey, die is nog leuker. Engelen. Haha, haha. Shit. Nou, ik lach hem uit. Volgens mij lag hij bij ook uit. En nog een bounce. Zo, gaan we even sidescrapen. Waarom niet? Oh, shit. FV heeft hem al. Nou, zo. Prachtig FV. Heel mooi. Nou, even die artillery weer proberen te spotten. En, hé, hey, nog een Rijnmethof. Eme. En, ja, recht hier onder plaats. 493. Zo, even sidescrapen. Even met de koepel wegkijken. Want ja, flat. Bepantsering wisten jullie nog. Kijk eens. Ping, bounce. Even kijken, Rijnmethof, waar ben je? Nou, ik doe even een blind shot, want ja, waarom niet? Nou, weer wegkijken met de koepel. En zo te zien. Oh, Rijnmethof, nog een keer. En hij schiet HE. Hij schiet HE. En hij gaat rijden, en? Alsjeblieft, en ik hou hem over op 34 HP, verdomme. Oké, naar voren rijden, Ik weet niet wie die dikke schot in me heeft gehad. Volgens mij was het object 261. Van 1206, jongens, alsjeblieft. En de Rijnmethof mist en ik mis niet. Alsjeblieft, pak je spullen. Ga naar huis, vernederend en wel. Tot ziens, meneer. Collega is vernietigd door de machtige Maus. En we gaan door. En er werd een schot gedaan op de FV. De FV heeft nog maar 190 HP over. Oeh. En daar hebben we een Tiger 2. Oké. Engelen. En dan gaan we aimen. Daar gaat hij. Oeh, hij is achter een berg. Nou, jammer. Gaan we even naar voren. Ik ga proberen hier omhoog te gaan, want dan kan ik nog schieten op de Tiger 2. Dan hebben we nog alleen nog artillery hierover, jongens. Ik weet niet wie die schot deed, maar keihard mis, jongens, sorry. En ja, daar ging de andere flank. En ik zit nog steeds te pingen op die idioten daar op de berg. En ze doen maar niets. Ze schieten ook niet, ook de FV's met mij eens. Echt waar, wat een bagger slechte spelers waren dat. En René, die is kapot in zijn Waffentriga. Alleen Johan is daar nog over in zijn Artie. En ja, Artie tegen 2 T57 heavies? Nee. Tiger 2 in je zijkant misschien? Serieus? Zagen jullie dat? Ging over de bovenplaat van de Tiger 2. Nou, dat was jammer. Oh, kijk, daar is de Tiger 2 alweer. Zo, even lekker aimen. Op de zijkant, alsjeblieft. Dikke schot in de zijkant van 480. En we gaan verder rijden. Ik denk dat die Waffentrieger Ausführer en Panzer 4 het wel kan doen in zijn eentje. Ja, daar ging hij al. Mooi. Nou, nu hebben we alleen nog Artie. Hier dichtbij. Daar is de Artie. Die doet 43 damage. Recht op een voorkant. Alsjeblieft, dikke schot van 416. En hij heeft nog maar 14 HP over. Dus kom maar hier, Badchat. Oh, jij Franse croissant. Hier passen wel 10.000 croissants in. En tot ziens, meneer. FV maakt hem af. Pak je spullen, gaan naar huis. En Artie doet nog een schot. En dan... Wat een feest. Oh, jongens, wat een vuurwerk. Wat een vuurwerk voor de 200 abonnees. Oh, yes. FV, jongen, waar ben je? Daar ben je. Pet je af. Kom eens even hier. Kom maar naast me. Hij zit trouwens niet in ons peloton, zoals je kan zien. Het is gewoon een willekeurige speler. Dat 48% winrate, ja, voor de XVM noobs. 48% winrate. FVU, absolute rockstar. Well done. Absoluut geweldig. Patch je af, jongen. Wie je ook bent. Echt patch je af. Heel mooi gespeeld. 2500 damage. 2 kills. Ik heb meer dan 50% HP over. Geschiedswagen Tiger Porsche. Ook prachtig gedaan, jongen. Echt geweldig. Teamwork. Zeker teamwork. En we gaan uitkeppen. Object 261 heeft een teamkill gedaan. Waarom? Ja, weet ik niet. Maar goed, waar die is, weet ik niet. Maar ja, we hebben gekapt, dus ik laat die 261 wel leven.
En dat was de replay. Ik ben begonnen met deze replay. Nou, nogmaals, jullie vinden de mouse denk ik wel geweldig. Ook de E100. Daar komen ook replays van binnenkort, zeker. Ik dacht, waarom niet een keer even starten met wat anders, namelijk een replay. Dus, dit was de replay. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de replay. We gaan nu door naar de garage en dan gaan we, business gaan we bespreken, jongens. Met, over de 200 abonnees feest. Wat jullie nou precies moeten doen om, eigenlijk soort van in te schrijven. Maar je hoeft niet in te schrijven voor iets. Of in andere woorden dus mee te doen aan de replay contest. Dus de wedstrijden waar je dus goud voor kunt winnen. En ook daarna wat we daarna gaan doen. En wat ik ga doen met mijn replay. Want ik ga zelf ook een replay maken. Een video van mezelf. Met mijn replays. En dan bedenk ik wel wat leuks voor jullie. Maar goed, we gaan door naar de garage. Dat was me een replay wel. Met de machtige mouse. Natuurlijk hebben we geweldige teamwork gekregen van de FV. En ik heb enorm genoten van de replay. Ik hoop jullie ook natuurlijk, met het kijken. Dus ik hoop dat ik ook nog meer leuke replays voor jullie in de toekomst zal geven. En over de toekomst gesproken. 200 abonnees. Ik heb nooit gedacht dat ik zoveel abonnees zou bereiken. Echt niet. Grote YouTubers die hebben allemaal 10, 20, 30.000 abonnees. Dus voor mij is 200 al heel erg veel, in mijn visie. Maar we zitten dus eigenlijk op de 220 abonnees. 15.000 weergaven al. Bijna 16.000 weergaven. En ik wil jullie hiervoor dus ook graag bedanken. Voor jullie loyaliteit en voor het kijken. En ik hoop dat ik jullie ook genoeg heb entertained en ook veel heb geleerd. Hoe je als tankcommandant moet gedragen op het veld. En hoe je moet spelen. Vooral met de newbie guides die hiervoor waren. Dit is al bijna ook de tweede videoreeks van Ellendig Atul Productions. Daarna komt een update video ook. Maar dat, spoiler. Ik weet het. Maar dat komt binnenkort pas. Dus dat kan nog wel even wachten. De 300 abonnees. Een vraag wat jullie zeker willen stellen is 300 abonnees. Ga je dan ook, als je 300 abonnees hebt bereikt, als je die dan nog bereikt? Want ik denk, 200 is toch wel echt wel de toppunt. Of, dat zei ik ook bij de 100 abonnees. Dus, en nu zit ik al op de 220. Dus, ik weet niet of ik het ga bereiken. Maar als ik het ga doen, dan ga ik weer een replay contest en weer een feestje houden. Tuurlijk, waarom niet? Het is leuk. Hè? Het is leuk voor zowel mij als jullie. En plus, jullie kunnen ook nog eens wat verdienen ervoor. Dus, over verdienen gesproken. We gaan gelijk door naar business, namelijk de twee replay contests. Nou, zoals ik heb verteld in vele video's, ga ik twee replay contests houden. Eentje voor hoge tiers en eentje voor lage tiers. Bij de 100 abonnee feestvideo heb ik een fout gemaakt. In de zin van dat ik alleen replay contest heb gedaan voor hoge tiers. En dat was niet echt leuk. Want sommige van jullie die hebben geen hoge tiers. Die hebben niet hoger dan tier 5 of tier 6. Dus nu ga ik twee replay contests houden. Eentje voor zowel hoge tiers en de andere voor lage tiers. We gaan gelijk beginnen met de hoge tier. Waar ik aan dacht is het volgende. De hoge tiers vanaf tier 5 tot en met 10. Je moet een replay sturen waarin ik kan zien dat jij een geweldige teamplayer bent en een bondgenoot. En hiermee bedoelen we dus ook echt je team ook helpen. Heb je een replay waarbij je hebt gespeeld als een werkelijke, ware teamspeler, stuur die op. Als het van tier 5 tot en met 10 is. Dus van tier 5 tot en met 10. Dat is de hoge tier replay contest. Dus een teamhelper. En wat bedoelen we met teamhelpen? Daarmee bedoelen we shielden. Je gaat naar andere flanks om je teamgenoten te helpen. Je zegt sorry als het nodig is. Of je zegt dankjewel als het nodig is. Zulke zaken. Dus waarin we echt kunnen zien dat jij een werkelijke teamspeler bent. En ook echt jezelf en je eigen team wilt helpen naar de overwinning. Als je deze replay hebt, stuur die dan gelijk op. En we hebben ook een lage tier replay contest. Dat wordt dan
een lager tier van tier 1 tot en met 4. Van tier 1 tot en met 4. En ik wil een replay hebben waarbij ik me helemaal kapot kan lachen. En van tier 1 tot en met 4 heb je heel wat tanks die heel erg grappig zijn. Waarmee je lekker grapjes mee kunt uithalen. Bijvoorbeeld de Leichtraktor, de Kehoe, de M5 Iron Steward, de Panzer IC, noem maar op. Of Panzer 1C. Al deze tanks kun je geweldige lol mee maken. Dus ik zou zeggen, van tier 1 tot en met 4 wil ik een grappige replay. Heb jij een replay die echt geweldig is en waarvan je helemaal stuk kan lachen erom? Stuur die op. Van tier 1 tot en met 4. En misschien word jij dan gekozen als de winnaar tussen iedereen. En natuurlijk, de grappigste die wordt dan eruit gekozen. En die ga ik dan ook posten op de YouTube channel. In de replay contest winnaars finale. En ook met dat bondgenoot en team help team helpen replay contest voor de hoge tiers. Die ga ik ook posten in een video. Dit ga ik niet in twee aparte video's doen. Maar dit doe ik natuurlijk allemaal in één video. Dus lekker, lekker goed voor jullie en ook voor ons. Dus dat is het eigenlijk. Nu de voorwaarden. Er zijn wel voorwaarden eraan verbonden. En ik heb dit keer drie voorwaarden. De eerste is, ik accepteer geen 8.11 en ook geen 8.10 replays, helaas. Waarom niet? Heel simpel, World of Tanks heeft nu officieel de ergste replay contest of replay system verneukt die ze ooit hebben verneukt. Echt waar, serieus. Replay contest nu is bagger slecht. Als ik een replay wil afspelen van 8.11 of 8.10, dan wil dat zeggen voor mij dat ik halverwege de replay opeens uitgaat, uitvalt, zomaar uit het niets. En niet alleen bij één replay, alle replays van 8.11, 8.10, 8.9, etc. die vallen allemaal uit. 8.9 kan ik niet eens afspelen, maar dat kan natuurlijk sowieso niet, omdat je dan een bepaalde mod ervoor moet hebben. De RCS mod geloof ik, of zoiets was het, ik weet niet uit mijn hoofd, maar... dus daar heb je ook een mod voor. Maar dat is echt een enorme hoofdpijn om te installeren en te downloaden. Dus ik doe het nu zo. In andere woorden wil dat ook zeggen dat ik meer dan 60% à 70% van al mijn replays heb moeten verwijderen. Met enorme hartpijn. Want er waren geweldige replays tussen die ik wou laten zien. Maar ik heb het ook een beetje aan mezelf te danken. Want ik had genoeg tijd eigenlijk. Een beetje. Eerlijk gezegd om wat replays te doen. Dus ik heb geleerd van mijn fouten. Vanaf nu, wanneer ik een geweldige replay heb die ik echt moet laten zien aan jullie, dan ga ik dat ook direct meteen doen. Hoe? Dat vogel ik wel uit, maar dat komt wel goed. Ik heb nu dus alleen maar 9.0 replays in mijn archief staan. Dus ik heb een apart mapje daarvoor in mijn F-schijf. Dus dat komt wel goed. Maar goed, de voorwaarde is dus, het moet een replay zijn van 9.0. Ik accepteer dus geen 8.11 of 8.10 replays meer. Sorry, ik kan er zelf vrij weinig aan doen. Wargaming is hier, laten we zeggen, de piñata in. Dus ik zou zeggen, sla maar los. De tweede voorwaarde is, het moet gestuurd worden naar mijn mail. En mijn mail komt nu in beeld. ellendigetulp@hotmail.com. Daar kunnen jullie replays toesturen. Kan het niet, want bij de 100 abonnees replay video... 100 abonnee feest video, beter gezegd. Niet replay video. Had ik een probleem. Namelijk dat sommigen het niet naar mijn mail konden sturen. Of ze stuurden het wel, maar ik kreeg het niet binnen. Wat je kan doen... instead is je replay uploaden op www.whatreplays.com en je replay uploaden, daarop opslaan op jouw account en daarna de link van de replay naar mij toesturen naar mijn mail ellendigetulp@hotmail.com en dat je dan ook even in de beschrijving zet wat er precies gebeurt in de replay. Want dan weet ik ook van, hey, waarom stuur je mij deze replay? Is logisch. Dat is de tweede voorwaarde. Whatreplays.com staat ook in de beschrijving. En het komt ook in beeld. En de derde en tevens laatste voorwaarde is, zet een beschrijving erbij wat er gebeurt in replay in één zin. Dus bijvoorbeeld geweldige heavy rush tegengehouden of zoiets. Ik zeg maar wat, hè. Dus hoort niet bij de replay contest. Wat is het? Defense met een E75. Nou, hier. Weet je wel, zulke beschrijvingen wil ik dan zien.
Want dan weet ik van, hey, ik weet wat er ongeveer gaat gebeuren. Dit is een replay die ik wil zien. Pam, afspelen. Dus dat. En zet tevens je naam erbij. Dus bijvoorbeeld heet je Stefan. Nou, dan zet je Stefan, E75 replay. Geweldig rust tegengehouden. Dit moet je zien. Pam, klaar. Simpel. Nou, speel ik het af. Vind ik het leuk. Pam, zet ik hem op YouTube. Heel simpel. Maar in dit geval, zoals ik al heb gezegd, hoge tiers van tier 5 tot met 10, beste bondgenoot of teamhelper. En lage tiers van tier 1 tot met 4, de grappigste replay van allemaal. Deze twee worden uitgekozen en dan krijgen jullie ook hiervoor het goud, indien je wint. Dat zijn de drie voorwaarden. De drie voorwaarden komen ook natuurlijk in de beschrijving, voor de zekerheid. Wat kun je winnen? Nou, voor de tier 1 tot met tier 4 grappige replay kun je 1000 goudstukken winnen. Helemaal gratis en voor niets, die stuur ik persoonlijk naar je toe. Na de replay contest spreek ik jullie dan persoonlijk aan via bijvoorbeeld Skype of WhatsApp, of dat maakt helemaal niet uit, of via mail. Hè. Dan bespreken we ongeveer een datum en een tijd, want ik ga het via de gift shop geven. En via de gift shop moet je een bepaalde code hebben. Die geef ik dan en die moet je dan invullen op de site en dan krijg je je gift, ofwel je cadeau. In dit geval 1000 goudstukken voor tier 1 tot met 4 voor de grappige replay. Voor de hoge tiers daarentegen, omdat het wat moeilijker is om je team te helpen, want de teams zijn al bagger slecht soms, wordt het geen 1000, maar 1500 goudstukken. Dus van tier 5 tot met 10. Dus 1000 goudstukken voor de lage tiers en 1500 goudstukken voor de hoge tiers. En dit doe ik ook als dank en ook om jullie een beetje op te peppen om meer te gaan spelen en goed te gaan spelen. Maar goed, dat zijn de prijzen. En als laatste, zelf ga ik ook een replay contest houden met absolute geweldige replays. Wat tevens de kanaaltrailer wordt van Ellendig Hotel Productions. Want zoals jullie weten heb ik nog geen kanaaltrailer. Omdat ik geen kleine video's maak. Ik ben niet iemand van kleine video's met 2-3 minuten video's. Ik ben meer iemand van half uur dik plezier en kennis. En dat ik alles in één doe. Maar dat heeft ook zijn nadelen natuurlijk. Sterker nog, dat heeft heel veel nadelen. Maar dat gaat veranderen in de toekomst. Dus ik ga een replay contest houden met geweldige, absoluut geweldige replays. Met lekkere Duitse muziek op achtergrond. Alsjeblieft, kijk maar. En erop los. En dat wordt tevens de kanaaltrailer. Dus dat is wat ik ga doen. Voor vragen of opmerkingen, zet ze alsjeblieft onderin in de comments. Of je kunt het ook toesturen via mail. Helemaal geen probleem. Of op Facebook, dat maakt ook niet uit. De poll op Facebook is nog steeds bezig. Ja, de poll op Facebook wordt pas gesloten na de replay contest. Dus nadat dit allemaal voorbij is. Dus nadat we ook de winnaars bekend hebben gemaakt. Gaat pas de poll stoppen. Want daarna komt meteen de review van de desbetreffende tank waarop jullie hebben gestemd voor de review. Het is geen Duitse keuze helaas, zit ertussen. Maar ja, maakt niet uit. Dit is ook besproken. Dus dat over poll. Sorry. En dat inderdaad ook over de replay contest. Nogmaals, vragen, zet het alsjeblieft onderin in de comments. Vond je het leuk? Ik zou zeggen, zet maar een agree in de comments. Like deze video. En abonneer op ons kanaal indien je dat nog niet hebt gedaan. Doe het nu. Want dit is de 200 abonnee feest. Dus is het wel logisch dat ik ga abonneren. En ik zou zeggen, ik zie jullie dan terug bij de volgende video. Wat wordt de volgende video? Nou, heel simpel. Dat wordt mijn replay contest. Waarbij ik geweldige replays voor jullie ga verzamelen. En een compilatie van ga maken. En speciaal voor jullie ga uploaden op YouTube. En dat zal binnen een week zijn, geloof ik. Zoiets binnen een week. Maximaal 2 weken. Want het gaat me wel wat tijd kosten. Goed, voor nu, beste commandanten, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie graag terug bij de volgende video. En ik zou zeggen, succes met spelen. Speel lekker World of Tanks. En ram iedereen de tyfus in. Dat is ook lekker leuk en grappig. Nou, spoiler gelijk voor de lage tiers. Rammen bijvoorbeeld. Iemand helemaal de tyfus in rammen. Is grappig. Dus ik zou zeggen, doe jullie ding. Hoge tiers, alsjeblieft, help jullie teams. En misschien kom ik dan, misschien zal dan tussen de 200 spelers die, waar ik misschien ooit mee tegen zal komen in willekeurige gevechten, heb ik dan tenminste wat teamspelers die goed spelen. En dat ik dan vraag van, hey, waarom speel je zo goed? Dit is een andere wereld. Ja, ik heb replay anders gezien van Ellendig Til. Oh? Hey! Ja, nee, dat gaat denk ik nooit gebeuren, jongens. Nee. Maar wel leuk voor de toekomst, hè? Misschien ooit.
Jongens, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie graag terug bij de volgende video. En ik zou zeggen, zoals altijd, succes op het slagveld, commandanten. En ik zie jullie terug bij de replay contest. Auf Wiedersehen.